Weet je, zo slecht hebben we het hier toch niet? Er is geen oorlog. We leven in een democratie, we hebben stemrecht. Ik zei net al, heel veel mensen zijn ontevreden. Dus wil ik dat wij met z'n allen gaan nadenken over wat er wel belangrijk is. En dan gaan we ervoor zorgen dat andere mensen dat kunnen zien. Mag ik vragen wat je hebt opgeschreven? Nou, ik heb opgeschreven, ik vind het belangrijk dat de natuur blijft staan. Omdat er worden heel veel bomen omgehakt. En dat geeft ons ook zuurstof. En ja. Ik vind dat we ook andere mensen moeten helpen die uit oorlog zijn gekomen of die geen huis hebben. En hoe wil je die mensen helpen? Bijvoorbeeld om door geld in te zamelen. Nou, ik ga flessen ophalen en die ga ik dan inleveren bij de Albert Heijn. En daar hebben ze zo'n soort busje waar je allemaal je statiegeld erin kan doen voor arme mensen. Ik vind dat er minder olie moet worden geboord, want zo maak je alleen maar de aarde kapot en komen er aardbevingen. Mag ik jou vragen wat je hebt opgeschreven? Ik heb opgeschreven dat er een liefdevolle wereld is, dat er geen haat is bij iedereen. Omdat kinderen vaak worden gepest en dat wil ik gaan stoppen. En dat iedereen een fijn leventje heeft en dat hij ook fijn naar school kan gaan en zijn werk kan afhalen. Ik zet me in voor het milieu. Oké, kun je dat verder toelichten? Ja, omdat heel veel mensen plastic in het water gooien en dat soort dingen. En dan gaan de dieren dood. Ik heb geschreven, iedereen mag zelf kiezen, omdat ik vind dat iedereen zijn eigen keuze mag maken. Dat niet iemand anders voor je bepaalt. Ik schrijf op nee tegen vervuiling. Nee tegen racisme. Heel veel mensen worden gediscrimineerd omdat ze een andere kleurtje hebben dan andere mensen. Bijvoorbeeld, ik ben een beetje bruin en Nederlanders zijn een beetje wit. En dan wordt ze gediscrimineerd. De Nederlanders voelen zich dan, andere mensen voelen zich dan meer dan wij. Nou, ik vind dat iedereen zijn eigen keuze mag maken en zo'n beetje doen wat hij wil. Tenzij slechte dingen zijn natuurlijk. Iedereen is gelijk. Ja, sommige, als iemand een donkere huidskleur heeft of zo, gaan ze zoveel racistisch doen. En als iemand moslim of hindoe of christelijk is, zegt ze, ja, je kan dit niet doen, je kan niet met ons zitten, je kan niet met ons buiten spelen, heeft hij ook minder vrienden, maar iedereen is gelijk, dus iedereen moet dezelfde vrienden hebben. Over recyclen, want als mensen gaan recyclen, dan hoeven niet meer bomen dood te gaan om meer spullen te maken. Vrede op aarde. Kun je dat uitleggen? Omdat er vaak oorlog is in deze wereld, dus dat moet stoppen. Respect voor elkaar. Wil je dat uitleggen? Ja, want sommige mensen hebben minder respect voor anderen. Bijvoorbeeld hoe iemand eruit ziet of zo, kleineren ze en zo elkaar. Dus ik vind dat ze respect voor elkaar moeten krijgen. Elk kind heeft recht op school. Dat wil ik schrijven omdat zeg maar, mensen die pesten elkaar van jij bent dom en zo. Maar ik vind dat elk kind moet kunnen leren, ook in arme landen of rijke landen. Ik vind dat elk kind even is, niet arm, niet rijk. Dat computers belangrijk zijn. Waarom zijn computers belangrijk? Om te leren en soms te spelen. Dat de dieren niet mogen uitsterven. Gelijke rechten. Nou, soms discrimineren mensen van ja, je bent donker en licht en dat is niet goed. Dat vind ik niet goed, want dan discrimineren ze eigenlijk een beetje. Oké, ik wou om te beginnen wou ik jullie allemaal heel erg bedanken. Ik ben hier natuurlijk naartoe gekomen omdat ik van jullie wou horen wat jullie belangrijk vinden, waar jullie blij van worden en waar jullie denken dat andere mensen blij van kunnen worden. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan, want ik heb hele mooie voorbeelden gezien.